Fijn. Nou, laat het smaken. Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het gevoel dat ik hem altijd start op dezelfde plek, maar ja, dat is dan gewoon toeval. Ik ben al eventjes wakker. Ik heb net Novi een fles gegeven. En nu ga ik zelf ontbijten en heb ik koffie gezet. Ik heb de afgelopen dagen weer niet gefilmd. Komt omdat ik, voor de mensen die me op Instagram volgen, hebben het al voorbij zien komen. Ik heb nu al 4 dagen intense spierpijn. En ik wil me niet aanstellen. Ik kan echt wel tegen een beetje spierpijn. Maar dit is gewoon echt een ander level. Ik heb nooit zo meegemaakt dat echt elk spiertje, botje, vrichtje, pijn doet in mijn lijf. Echt verschrikkelijk. Ik ga van de week ook eventjes bloed prikken. Ook om eventjes te zien van, hè, hoe gaat het nu met mijn ijzer. Want dat heb ik gewoon heel die tijd niet meer gedaan sinds ik dat ijzerinfuus heb gehad. Dus ik ben eigenlijk sowieso wel benieuwd hoe het gaat. Dan daarbij ben ik heel veel alleen met de kindjes geweest de afgelopen dagen. En Novi die is nog steeds best wel vaak onrustig. Ja, het is gewoon echt een beetje voeding gerelateerd. En daar heb ik echt al heel veel stories op Instagram over gedeeld. Van, hè, ik twijfel gewoon toch of het misschien koemelkallergie is. Of reflux. Of verborgen reflux. Ik heb er van alles al over gelezen. Ik ben ook een aantal weken geleden ook naar de huisarts geweest. Van, hè, ik twijfel hier toch over. Want ik vind het toch nog best wel onrustig. En toen was ze 8 weken of zo. En toen zei ze, ja, het is nu de piek van de krampen. Dus het zal wel krampen zijn. Maar toch, het voelt niet helemaal lekker. Dat wil ik deze week ook even uit hebben gezocht. Maar het is nu zondag. Dus we kunnen er weinig mee. Niet dat het precies dit weekend is begonnen, maar ja, het is wel erger of zo. Ik had wel de tip gekregen om Novi op haar zij te voeden. Dus dan leg ik Novi helemaal zo op haar zij. En dan de fles erin. Het gaat echt een stuk beter. Ik heb het net en gisteravond gedaan. En ze drinkt een stuk rustiger aan de fles. Ze krijgt haar fles beter op. Ze haakt niet snel af nu omdat ze krampen of iets krijgt. Dus dat is al fijn. En ja, nu zijn we net na de fles en je hoort er op de achtergrond huilen, dus ik ga er eventjes pakken. En zo gaat het dus al dagenlang en ja, mijn spieren doen gewoon zeer. Ik ben gewoon echt een beetje oververmoeid. Dus ik had gewoon echt even geen zin om daarbij ook nog te vloggen. Sorry guys. En om even aan mijn koffie en mijn ontbijt toe te komen. Mijn ontbijt zit er inmiddels al in. Ja, hoe loedermoeder het misschien ook is, zet ik het kind soms heel eventjes op dit filmpje als ze erg onrustig is. Dat is deze van Hey Bear Sensory. Echt een hele goede tip als je kindje dus erg onrustig is en je weet gewoon niet meer mee wat je moet doen. Ja, dan is dit gewoon eventjes een uitkomst. Ik denk altijd maar een mama die ook een beetje goed voor haar eigen zorgt met een ontbijtje en eventjes een koffietje, zorgt ook goed voor een baby. Of in ieder geval een goede, hoe noem je dat? Blije mama, een blije baby. Dus en dit is ook wel weer goed voor de, weet ik het. Ik kom gewoon echt niet aan mijn woorden. Ik ben gewoon echt te zeef. Te zeef. Mason heeft nu officieel vakantie. Dus daar heb ik nu nog 2 weken vakantie samen mee. Dus ik wil echt nog leuke dingen doen, ook met Mason. En vandaag gaan we naar de Tilburgse kermis. We gaan dat eigenlijk elk jaar wel een keer doen met de schoonfamilie. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. En Mason die heeft er al de hele week over dat hij daar naartoe wil. Elke dag als ik hem 's ochtends uit bed ga halen is het eerste wat hij zegt: gaan we naar de kermis? Ik ben helemaal stuk om die jongen. En het wordt lekker weer. Dus ik heb ook wel zin om er even uit te gaan. Ook al heb ik spierpijn. Ik moet de deur uit. Ik moet echt eventjes iets leuks doen. Hoor. Want hallo. Nu kan het. We blijven zitten.
daar is moeder Theresia weer. Ik zit lekker in een shirt van Nick. Helemaal nog niks gedaan aan mijn hoofd. Het is 10:50 in de middag. Ik zie er nog uit alsof ik net uit bed kom. Weet je, ik vind het heerlijk. Gisteren zijn we dus naar de kermis geweest. Het was echt leuk. Voor de kinderen ook. Maar het was warm. Wow. We zijn dus gegaan ook op het moment dat het wat prikkelarm was. Dus in het begin was het dus geen muziek of tot weinig muziek, heel zacht muziek. Dus ja, we hebben gewoon lekker kunnen genieten van een dagje kermis, middagje kermis. Ik moet wel zeggen, het was wel vermoeiend, want wat ik al zei, ik heb echt onwijs erg spierpijn. Mijn kuiten, het is alsof ik weer zwanger ben. Kuitkrampen, die heb ik nu. Maar goed, ik heb het ervoor over gehad. Mason heeft het superleuk gehad met zijn neefjes. Hij wilde op het eind ook met hun mee naar huis. Hij vindt het altijd zo leuk. Hij speelt altijd zo leuk samen met ja, kindjes die hij kent. Hij moet altijd even in het begin inkomen. En nu zijn we eigenlijk een beetje aan het uitrusten. Want ik merk ook wel aan de kinderen dat ze gewoon echt moe zijn. En vanmorgen heb ik contact gehad met het consultatiebureau. We hebben het even besproken waar ik tegenaan loop met haar, zeg maar, qua voedingen. Dat ze zo onrustig is tijdens en na de voeding. Ik ben er mee eens dat ik eerst wil gaan proberen om Johannes brood pitmeel te proberen. Ik vind het zo'n stomme naam. Dat heb ik toen ook een keer bij Mason gedaan. Maar Mason die kreeg een beetje last van obstipatie daardoor. Dus daarom durfde ik daar niet zo snel aan te wagen. Nu is elk kind anders. Ook Novi. En dan ga ik dat eerst proberen. En ik moet nog een Vinted pakketje ophalen. Daar ben ik ook alweer 5 dagen te laat mee. Ik heb een lekker kopje koffie en we zien vandaag wat de dag gaat brengen. Het is in ieder geval een hele luie ochtend. Nou, en mijn grote vriend die zit nu naast mij. En die vindt het zo leuk om Candy Crush te spelen. Het lijkt wel een oude vent. Maar hij vindt dat dus ook helemaal geweldig. En ik zal hem een beetje helpen, want het is nog een beetje moeilijk, hè? Toch? En dan deze kun je ook zo. Andere kant. Ja! Yeah! Nou, deze kleine frummel is nou ook wakker. Dat is echt. Oh, sinds ik dan 2 kinderen heb, 1 baby en 1 peuter. Kijk, ik kan haar wel op bed leggen en dan slaapt ze wat rustiger. Maar ja, ze sliep al in de box, dus dan ga ik haar ook niet wakker maken. Maar als je dan een peuter rond het lopen, dan 9 van de 10 keer wordt zij wakker van zijn geschreeuw of geterroriseer en een bal die bijna door de tv vliegt. That's life. Ik ben aan het koken. Ik ben nu eventjes de groenten aan het bakken. Courgette en ui. Dat bak ik nu lekker in het vet waar ik de zalm heb ingebakken. Met lekkere kruiden die ik over de zalm heb gebruikt. En dan doe ik later weer de zalm terug. Zodat de zalm niet heel droog wordt. Maar echt perfecto is. En dat eten we dan met pasta pesto. Dus ik heb fusilli. Ik heb pijnboompitten. Die zijn altijd zo extreem duur in de winkel. Maar nu heb ik gewoon Jumbo merk en dat viel op zich wel mee. Het is gewoon een beetje bij elkaar bedacht zooitje. Maar ik denk wel dat het lekker is. En ik heb er nu al zin in. Dus ik kan niet wachten tot Nick thuis is om lekker te gaan eten. De zalm had ik dus al gebakken. Nog niet helemaal. Maar dit vind ik eigenlijk al perfecte zalm. Zo lekker. Gewoon een krokant korstje. En ja, de binnenkant een beetje zacht. Super lekker. Dus die ga ik er zo eventjes bij doen. En dan, I can't wait, ik hou van zalm. Maar ook dat is zoals je kan zien lekker duur voor 2 stukjes zalm. Goedemorgen, goedemorgen. We hebben gisteren lekker gegeten, hè? En nu zijn we onderweg naar de supermarkt. Kijk eens. Wat gingen we halen? Kijk. Ja, nou doet hij net of dat hij doof is. Maar ik laat jullie zo zien wat wij gaan halen. Wij gaan halen. Ja. Kijk jongens, wat wij gingen halen in de winkel is taart. En waarom? Ik ben namelijk jarig. Oh, ik ben 30 jaar geworden jongens. Het is me een mijlpaal wel hoor. Ik ben gewoon uit mijn 20ste jaren waar echt superveel is gebeurd. Ik ben altijd een beetje sentimenteel op dat gebied. Ik bekijk het echt zo van, oh, ik verlaat echt de 20e jaren waar zoveel is gebeurd. Ik ben op mijn eigen gaan wonen, ben samen gaan wonen. Toen verhuisd, 2 zwangerschappen, 2 geboortes. Echt superveel dingen zijn er gebeurd in die jaren. Dus dat voelt gewoon een beetje sentimenteel dat ik nu dan 30 ben en de 20 verlaat. Hè?
sentimenteel gedoe. Dus ik heb lekker een taart gekocht. Want het is gewoon feest. Op je verjaardag hoor je gewoon taart te eten. Nu is het wel zo dat Nick vandaag tot 5 uur van huis is. Dus dat is een beetje jammer. Maar wij met z'n tweetjes gaan het morgen eventjes inhalen. Tegelijkertijd voor mijn verjaardag. Maar ook tegelijkertijd om gewoon eventjes samen op date te gaan zonder kinderen. Dus daar heb ik super veel zin in. Oh. Vier, by the way, nooit mijn verjaardag groot. Aan de andere kant vind ik dat een beetje jammer. Maar ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt gedaan. Mijn twee beste vriendinnen komen wel langs. Dus die komen vanmiddag. En vanavond komen mijn ouders eventjes langs om me te feliciteren. En ik dacht al dit jaar nog wel eventjes aan om het wel te doen. Omdat het, ja, 30 is toch best wel een leeftijd. Ja, ik heb ook niet 80.000 vrienden. Ik heb het nooit echt gevierd. En ja, het werd later en later. En om mensen uit te nodigen in een vakantieperiode waar de helft weg is. Ik dacht, ja, laat maar. De belangrijkste mensen zie ik, spreek ik, hoor ik via de telefoon, whatever. En dat is ook goed. Maak er gewoon een fijne dag van. Stukje taart erbij. Dat hebben we gehaald. Ik heb ook gelijk Johanna's brood pitmeel gekocht. Is voortaan ook van Nutrilon. Ik zocht eigenlijk gewoon huismerk van de kruidvat of whatever. Maar ik ben bij verschillende kruidvatten geweest. Zeg je dat zo? En ze hadden het gewoon niet te koop. Echt zo irritant. Dus ik heb deze nou gekocht bij de Jumbo. En dan gaan we die maar eens proberen. Het moet wel eigenlijk een andere speen waar dat doorheen kan. Want het is dikkere voeding. Dat laat ik jullie nog weten volgende vlog hoe dat gaat. Want nu is het gewoon allemaal nog zo pril dat ik dat ga proberen. Ik ben 30 jongens. Laat even allemaal een reactie achter met gefeliciteerd. Vind ik leuk om te lezen. Nee, maar het is op jongen. Hij wil nog meer uit. Er zit nog een beetje in. Hij heeft smoothie. Hij is zo gek op smoothie. Maar nu is hij op. Maar lekker opdrinken. Goed omhoog houden. Dan is heel het flesje leeg. Let even niet op mijn te donkere wenkbrauw. Ik was net met mijn make-up bezig. En er wordt dan net aangebeld. En er is een pakketje voor mij. Dus die ga ik eventjes openmaken. Kijk, deze doos kreeg binnen. Kijk dan. Ballons! Sparkle on your birthday. Super schattig, super leuk. Ah. Heeft ze een ballon gestuurd? Ah, zo lief. Ik ben toevallig net nog met haar aan het appen. Zo lief. Stuurt ze een kaartje met een ballon. Dus ook een van mijn beste vriendinnen, Sharon. Lieve Jen, gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Vanaf nu wordt alles alleen maar meer. Meer rimpels, meer grijze haren, meer spierpijn, meer losse huid. Maar vriendin, knap zul je altijd blijven. We love you. Zo intens lief. Ah, het zijn van die kleine dingen die me altijd zo blij maken. Dus dankjewel als je kijkt. Ik ga je nu een berichtje sturen. Zo super lief. Het lijkt wel een klein kind. Kan er goed om janken. Zo stom. Maar echt heel lief. Ik heb deze een keer meegenomen. Ik dacht, laat ik mezelf even trakteren op zo'n soort ijskoffie. Ik ben benieuwd, van Starbucks zelf. Dus ik ben benieuwd hoe die smaakt. Vinden jullie misschien wel leuk om te zien? Vind ik in ieder geval wel altijd leuk om te zien bij een ander. Nou, ik ben in ieder geval vandaag met mijn twee mooiste cadeautjes thuis. Mason die heeft echt een beetje een humeur dat... Hallo? Mason die heeft niet de allerbeste humeur vandaag, maar goed. Wat heb je nou? Doe eens even rustig, vriend. Oh, paniek als er even iets niet lukt. Ik vind het dus altijd leuk om bij een ander te zien hoe zoiets bijvoorbeeld smaakt van de supermarkt. Nou, ik heb jullie in ieder geval wel verteld dat ik nu nog meer van koffie hou sinds ik voor de tweede keer moeder ben. Ik heb het even nodig. Maar deze heb ik dus nooit op, ijskoffie. Wel lekker. Lijkt echt gesponsord. Is het niet? Ik geef gewoon mijn mening omdat ik het leuk vind. Ik vind het wel lekker. Nou, voor herhaling vatbaar. En zo heel duur was hij volgens mij niet. Wel lekker. Nou, mijn vriendinnetjes zijn dus net langs geweest. Eventjes komen feliciteren, even wat komen drinken. Kleine meid, die is de hele tijd aan het huilen. En let op. Dan stap ik weer weg. Stap ik weer weg. Ze wil me gewoon zien. Dus ik ga er lekker bij me pakken. Zeg, lekker pakken dan.
Ja? Oh, ja? Kun je jou kletsen, zegt? Ja. Dat is zo schattig. Zo schattig. Kijk, deze achterbank. Helemaal leeg. Zonder kinderen, want vandaag hebben wij een date, dagje, avondje, whatever. Het is nu 4 uur. We hebben net de kinderen afgegooid bij de oma's en de opa's. En we zijn nu echt sinds een hele lange tijd kindloos, of niet? Het is echt heel lang geleden. Ja, toen ik zwanger was, hebben we ook niet heel veel dingen alleen gedaan. Dus hier gaan we heel erg van genieten. Dus ik ben benieuwd hoe ze het doen. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik maak me in ieder geval tot nu toe minder zorgen dan dat ik de eerste keer bijvoorbeeld Mason als baby wegbracht. En nu is het ook meer zo van dat ik meer kan genieten. Omdat het al niet zo vaak voorkomt. En dat ik nu echt denk van, oh, ik ben er echt even aan toe om gewoon met mijn vriend alleen ergens te zijn zonder dat ik moeder ben. Of zonder dat wij met de kinderen bezig zijn dan een keer met elkaar, zeg maar. Dus dat is echt, echt heel fijn. Gisteren was ik dus jarig en ja, heb ik het niet echt kunnen vieren met Nick samen. Of ja, wel met de kinderen, maar je snapt dat dat anders is. Mijn vriendinnen zijn wel langs geweest, maar het was op zich gewoon een rustig dagje. Dus ja, dit date-dagje is dus ook gelijk een beetje voor mijn verjaardag. Dat we gewoon samen lekker gaan eten. Eventjes samen lekker over de kermis lopen zonder kinderen. We gaan lekker eten bij Rodeo in Tilburg. Zit volgens mij niet in meerdere plekken, denk ik. Jawel. Oh, wel dus. Ik ben er nog nooit geweest. Nick is er wel een keer geweest. En je kunt daar dus blijkbaar heel goed eten. Dus ik ben alleen maar benieuwd. En eten is altijd goed. En ik heb nu al honger. Zin in! Wij zijn niet zo weg. Zo snel. Ja, zo snel gaat het wel, ja. Nou, we laten het smaken. Yummy. Ziet er goed uit. Wel. Nee, zalm. Ja. Zo, dat was onze dateavond. We hebben het echt leuk gehad. Het was echt heel lekker eten. Het was echt, oh, alles smelte op mijn tong. Ik had als voorgerecht carpaccio. Het smelte helemaal. Als hoofdgerecht had ik zalm. Ook zo super lekker. En je kunt daar ook, ja, biefstuk is daar eigenlijk het bekendste, toch? Of ossehaas. En dat smelt ook op de tong. Maar ik ben niet echt een hele goede vleesliefhebber of zo. Ik eet liever vis of zo. Maar het was echt heerlijk. Daarna zijn we ook heel kort maar over de kermis gelopen. Dus ja, de uren vliegen zo voorbij, hè. En nu gaan we de kindjes zo weer ophalen. Het is niet dat ik ze dan niet mis. Want ik heb wel, als ik dan andere kindjes zie lopen, dan mis ik wel mijn kinderen. Dan denk ik, oh, wel echt heel fijn om dit zo eens in de tijd te kunnen. Gewoon weer eventjes, niet mama en papa, weer eventjes samen. Gewoon, ja, geen zorgen. In de auto kunnen stappen zonder dat je alles nog moet inladen. Ja, het voelt echt gewoon eventjes helemaal vrij, toch? Ja. Even niks aan je handen. Lekker vrij lopen. Heerlijk. Laat je ook gewoon weer van op om de komende tijd weer eventjes lekker door te kunnen. Klinkt allemaal een beetje overdreven, maar ja, het is wel gewoon echt heel fijn. Dus we gaan nu de kindjes weer ophalen. Zo. Het moederleven is weer begonnen. He? We waren even wat uurtjes zonder jullie. We zijn inmiddels weer thuis. De tv staat een beetje hard. Misschien een beetje irritant. Nee hoor. Nee hoor. We hebben de kinderen weer opgehaald. En is toch ook wel weer fijn om dan weer lekker compleet te zijn. Die gaan we nu een beetje klaarmaken voor bed. Ik ben de kleine meid even aan het verschonen. En dan gaan we dadelijk lekker naar bed. Ja. Vond je het leuk met mij op date? Ja. Waar ben jij net geweest? Ik ben net buiten spelen. Ga je met Babs buiten spelen? Ja. Nou, we gaan naar bed. Wat denk je daarvan? Het is al een beetje laat. Het is al 9:45 in de avond. Ga lekker naar bed, vriend. Wij
Gaat hij de hond vragen om buiten te spelen? Zo, tijd om naar bed te gaan. En wat wij meestal doen is dat ik Novi naar bed breng. En Nick die brengt Mace naar bed. Heel soms doen we het andersom, maar vaak doen we het zo. Even goed kijken. Ik ga deze kleine meid naar bed brengen. En Nick doet Mace. En zo is onze avondroutine een beetje. Ga je lekker slapen? Ja. En dan ga ik deze kleine poepie. Ja, ik kom jou zo kus geven, oké? Okay? Moet ik al kus geven? Ja. Ja, oké. Okay. Kus? Slaap lekker. En hij doet het trouwens nog steeds super goed zonder speen. Ik vind dat, zijn tanden echt al een stukje rechter staan of zo. Dus dat is ook al goed. Ik zweef mij helemaal kapot. Ik ga deze kleine meid klaarmaken voor bed. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Beetje weerwar van alles. Jullie kennen me als geen ander. Dus bedankt voor het kijken en slaap lekker.